Hagel vernietigt Gewassenhoekse Waard. Natuurhooi is het nieuwe steenkool. En cijfers waterkwaliteit Bleiswijk positief. Nou, dit is dus een gewas wat ik zou zeggen, dit is iets te slecht geklapt. Met de klapper mechanisch. Maar in ieder geval is het niet geklapt. Dit zou er zo hoog uit moeten zien. Maar het is gewoon door de hagelbui helemaal om zeep geholpen. Twee smalle stroken met flinke hagelbuien trokken afgelopen weekend over de Hoekse Waard. 80 hectare van het akkerbouwbedrijf van Henk Millesand in Goudswaard is zwaar beschadigd. We stonden eigenlijk een beetje te praten. We zagen een regenbui aankomen, een hele fikse regenbui, dachten we. En we deden de deuren dicht. En eerder we 10 minuten verder waren, was dit het resultaat. Hagelschade. Allemaal hagel. Hagel na hagel. Hele grote hagelstenen. Door het dak, langs het dak, op het erf, tegen een auto, butsen in een auto en de gewassen. Millesand verwacht niet dat de aardappelen nog doorgroeien naar het juiste formaat. Ja, dat is een fikse domper natuurlijk in eerste instantie. En gedeeltelijk zijn we verzekerd. Ik ben met de aardappelen heb ik een brede weerverzekering. Met mijn uien niet. Dat is eigen risico. Ik heb eigenlijk nog nooit scha en uien gehad. Maar dit is voor mij het derde jaar achter elkaar dat ik met de brede weerverzekering scha heb in de aardappelen en dat ik er een beroep op moet doen. 2 jaar geleden was het de wateroverlast, vorig jaar de droogte en dit jaar de hagelschade. Het is wel eens langzaam een unicum. Het houdt eigenlijk in, zonder brede weerverzekering kan je geen gewasje meer telen. En ook de uien hebben door de hagel een flinke klap gehad. Het zijn allemaal nog kleine knolletjes van een paar centimeter. En dat zouden uien moeten zijn, of moeten worden, van 8 centimeter, 7, 8 centimeter. Ik denk dat ik het niet ga halen. Want die groei wegens gebrek aan groene stukken, dat gaat niet gebeuren. Het zal wel op zijn hoogste middenmaatje worden. Oftewel op zijn hoogste een half gewas. Hoe kun je van natuurhooi zonder voedingswaarde een waardevolle duurzame brandstof maken? Met die vraag begon Tom van Teel in het Groningse Opende een proefproject. Tot nu toe werd er eigenlijk niet zoveel mee gedaan. Gecomposteerd, er werd wel eens wat voor instrooien gebruikt. En heel sporadisch nog een beetje voor het voer. Als boeren extra ruw zelfstof nodig hadden, dan komt het ook nog een keer in de voermengwagen, maar dat is maar weinig. Dus met andere woorden, men had er eigenlijk geen bestemming voor. En nog steeds niet, alleen we proberen het nu op deze manier tot waarde te maken. En die waardevermeerdering probeert Tom van Teel te realiseren door het hooi via een duurzaam systeem om te vormen tot briketten voor biomassaverbranding. Dit is dus het materiaal wat in de briketteermachine gaat. Dat is dus gehakselde hooi, maisel. En dat moet een bepaalde lengte hebben. Niet te veel, niet te kort en niet te lang. Dit is dus hetgene wat uit zo'n briketteermachine komt. Dat is dus een briket die in elkaar geperst is door middel van een wormwiel. Die briketteermachine zorgt voor een verhitting aan de buitenkant, zodat het ook een binding houdt. En je kunt hem variëren qua dikte, qua instelling, zodat het hard geperst wordt of zacht geperst wordt. In principe voor de biomassaketel moet je niet te hard. We hebben dus gedacht, hoe krijg je nou een ronde baal zodanig in briketten met zo weinig mogelijk CO2-verlies. En dan blijft toch de zonnepanelen als eerste optie openstaan. Alleen die zonnepanelen die moet je dan ergens neerzetten. En dan liefst ook bij de plaats waar de ronde banen liggen. En zo werd een systeem ontwikkeld om de zonnepanelen eenvoudig te transporteren en deze duurzame energievoorziening op de gewenste locatie te plaatsen. En hier hebben we 126 zonnepanelen. En die kunnen we dus mobiel ergens neerzetten. En dan kun je met een behoorlijke briketteermachine werken. Van 20 pkw motor is echt wel een grote elektromotor. Als je dit als voorbeeld noemt voor, of in vergelijking met een steenkool, dan kun je zeggen dit is de nieuwe steenkool. Alleen steenkool kost heel veel energie om die uit de grond te halen en te transporteren en te verwerken. En dit is ieder jaar weer gratis, voor niks kunnen we dit zo meenemen. En daarom mag ik noemen de natuurbriket is misschien wel het nieuwe steenkool in de toekomst. Glastuinders in Bleiswijk zorgen voor minder meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater door het terugdringen van lozingen. Dat stelt het Hoogheemraadschap Schieland. Bestuurder Theo Ammerlaand van Glastuinbouw Nederland is blij met dit resultaat. Ja, zeker. Het is natuurlijk toch maar weer een gebiedje. Maar we zijn al even bezig hoor. Schieland is begonnen in de Zuidplas bij een polder. Delfland is al veel eerder begonnen en heeft al een aantal polders gedaan. En daar zie je ook in feite dat de waterkwaliteit op jaar toch wel wat verbetert in de gebieden. Maar er is nog best wel heel wat te doen. De glastuinders gingen de afgelopen maanden in samenwerking met het Hoogheemraadschap, de gemeente Lansingerland en Glastuinbouw Nederland hiermee aan de slag. En het komt er eigenlijk toch op neer dat de meeste mankementen toch iets
van verleden was. Hè? Dus dat er ergens nog iets van een systeemfoutje zat wat ze opgelost hebben. En daardoor eigenlijk de zaak redelijk snel goed op orde hadden. Volgens het Hoogheemraadschap is het belangrijk dat de waterkringloop bij bedrijven wordt gesloten. Uiteindelijk betekent dat op het moment dat je alles wat je gebruikt voor 100% kan gebruiken, dat het alleen maar ook nog een keer resultaat geeft in minder kosten. Hè? Ik bedoel, iedere kilo meststof moet je betalen, dus alles wat je in de sloot gooit is weggegooid geld, om het zo te zeggen. Water is ook een kostbaar gebeuren. Schoon water is heel belangrijk. En op het moment dat je goed zuiver uitgangswater hebt, dan is er ook geen reden om dat zuiver uitgangswater met de meststoffen die je toedient, om die weg te laten lopen. Dus zolang dat uitgangswater heel erg goed is, willen we als telers graag alles maximaal optimaal benutten. Het weer wordt u aangeboden door agrobeeradvies.nl.